En leuk dat jullie kijken naar Esmeralda's Kok Eiland. Ik ben Esmeralda, zoals jullie zien. Ik sta weer in mijn moestuin. Ja, wat daarvan over is. Want na de droogte van de zomer en alle flinke buitjes, is dat toch best wel moeilijk voor de moestuin. In ieder geval, het is nu 2 oktober. Dus we gaan maar eigenlijk een beetje beginnen met het opruimen van de moestuin. Want jullie weten hoe het hier van de zomer uitzag. Ik zal het jullie laten zien. Het lijkt weer net als in het begin toen we begonnen. En dat is ook bij ons. De boerenkool gaat goed. Behalve die twee hiernaast. Maar ja, dat komt door de slakjes. De rest van de boerenkool doet het nog wel goed. Kijk, hier staat nog 2. Daar 2. Dus daar is onze hoop nog op ge... Ja, hopen we nog dat we nog iets kunnen krijgen. Maar verder is de rest... Wordt het vandaag, denk ik, gewoon... opruimen, want meneer en mevrouw Couchette, ze hebben zo haar best gedaan voor ons, maar is helemaal weg. Dus die gaan we er gewoon lekker uithalen en alles een beetje schoonmaken hier. Misschien sperziebonen even kijken, want er zitten nog wel sperzieboontjes aan. We wachten gewoon af. Ik wacht op Iels. In ieder geval, ik ga nu schoffelen bij de boerenkool. Dan is dat alvast gedaan. Ik pak jullie straks weer op als we wat gaan doen. Zo, Ilse is er ook. En we gaan, aanpakken maar, hè. Ja. We gaan beginnen met meneer en mevrouw Couchette. Ja, we moeten afscheid nemen. Na maanden trouwendienst. En heel veel couchetten. Want hoeveel hadden we er eigenlijk? Ik heb het eigenlijk gezegd niet. Maar rond de 60. Ik denk wel zoiets, ja. Laten we zo zeggen, we hebben heel veel mensen blij heel veel mensen blij gemaakt. Heel veel uitlopen delen en heel veel meegemaakt. Ja, heerlijk. Ja. Ja, dat hebben jullie ook op de vlog kunnen zien. Ik denk dat Ilse ook wel lekker bezig is geweest. Ja, soepjes, alles. Ja, en nu het rotwerk. Opruimen die boel. Zo, nou de bietjes, wil die niet, zal ik je even helpen, kom op, ja, ook we hebben hier natuurlijk bietjes staan en dat is gewoon, we hebben de pech mee gehad, ze zijn niet echt mooi rond, nee, ik denk dat dat niks wordt Iels, nee, toch? Nee. Klein, maar die blaadjes breken ook heel makkelijk. Ja, daarom. Ik denk dat we gewoon pech hebben gehad hiermee. Denk ik ook, ja. Maar ja, daar leren we van voor de volgende keer. Precies. Dus we gaan de pietjes verwijderen. Ja. Net als de radijsjes. Die gaat ook denk ik maar weg. Die heeft ook zijn werk gedaan. Of waar u nog laten... Nee, laat maar gaan. We doen een beetje een grote schoonmaak. Dus we zijn lekker bezig.
Nou, er zit toch aardig nog wat boontjes aan. Ja, niet verwacht hoor. We gaan gewoon nog even kijken of we kunnen plukken. Het zijn maar de snijbonen. Ja, inderdaad. Nou, die is ook aangeknabbeld. Ja, er is iemand bezig geweest die iets van knabbelen houdt. Ja. Dus wil de knabbelaar opstaan? Maar ja, wees nou eerlijk, dit is ook op z'n echt letterlijk retour. Ja. Dat je niks meer weet hoe je ermee moet. Nou, ik zet jullie neer. Om die spekbonen. Zo, Iels is bezig met de spersieboontjes. Die hebben jullie net gezien. Ik zet jullie even wat beter, want jullie staan een beetje schuin op de camera. Die is even lekker bezig. Nou, ik wil even laten zien hoe leeg de tuin eigenlijk alweer is. Moet je kijken. We zijn aardig druk bezig geweest, zoals jullie zien. Heel veel dingen er al uitgehaald. De spersiebonen zijn we nog twijfels over. Maar sommige planten zijn nog goed. En misschien volgende week denken we ineens van, we gaan hem gewoon weghalen. Toch, Iels? Ja, zeker deze zou ik misschien wel even een kans geven. Ja, en dat daar, ja, misschien die de uittrekken alvast. Nou, wij gaan eventjes rondje met een aardige. Oh. Nou, ik doe het even zo, want anders gaat het fout. Dus die gaan we eventjes naar de compost brengen. Yes, de compost. Dus, nog even leuke bloemetjes op de achtergrond. Dus we gaan even lekker wandelen. Zo. Wel zonde, hè, dat alles weg is. Ja. Maar ja, dat is ook weer herfst, hè? Ja. Het is allemaal weer op zijn eindje. Ja. En dan maar hopen dat we volgend jaar weer een tuintje hebben. Maar daar gaan we ons best voor doen. Het is altijd een beetje moeilijk schatten. Hoe gaan we het doen? Zo, kom je helpen? 1, 2. Zo. Bijna de compost. Ja, kan niet terug. Yes. Nou, wij zijn weer klaar voor vandaag. Ja. Hoop gedaan, zoals jullie zien. En hij is helemaal leeg. Ik heb hem al een beetje laten zien net. Maar hij is wel heel leeg. Maar voorlopig komen we nog wel even terug voor de boerenkool en dat soort dingen. En dan natuurlijk de spersieboontjes. Die laten we nog even staan, de planten. Ja. De boontjes gaan met jou mee. Ja. Want het was een eenpersoonsportie. Ja, dus je vader kan je er blij mee maken. Klopt. Zeker. Dus, nou. Ja, en dan wordt het toch tijd om af te sluiten. Dus ik kom er gezellig bij. Nou, leuk dat jullie hebben gekeken naar Esmeralda's Kookeiland, naar de moestuinvlogs. Ja. En wij gaan lekker naar huisje. Wij gaan van de zondag genieten. Heel goed idee. Dus tot de volgende keer. Doei.